het typische verschil is dat in Edinburgh de off, of de fringe, als interessanter beschouwd wordt, terwijl dat hier de in, het officiële gedeelte, toch wel nog altijd veel prestigieuzer is. En de Edinburgh International, wat dat dan de in was, was toch ietsje te klassiek om echt te kunnen aanspreken op nieuwe vormen of nieuwe manieren of spannend werk. Waardoor dat die fringe ook zo enorm is kunnen uitgroeien. Terwijl dat de off hier echt veel, veel minder interessant gevonden wordt. Ik denk ook dat jarenlang het in hier altijd zo de betere kwaliteit was en dat de off een beetje heeft moeten vechten om dat te krijgen. Het is wel zo bij Avignon, in tegenstelling tot Edinburgh, dat het wel vooral een Franse gelegenheid is. In Edinburgh hebben wij contacten kunnen leggen met van Portugal tot Oost-Europa, tot Australië, Amerika. Dus je hebt hier veel kans om op de Franse markt een grote speelreeks binnen te krijgen, maar niet echt daaruit, niet zoveel. In de Fringe Festival is er een overdaad aan stand-up comedy, moet je toch zeggen. En Shakespeare, als je die twee delen aan werkt, heb je nog een derde dat overblijft met theater of zo. Wat dat dan financieel gewijs vooral dan nog monologen zijn. Terwijl hier is er wel eigenlijk, die stand-up comedy is hier minder aanwezig. Zo. Je hebt hier wel veel theater. En Molière is toch geen Shakespeare, dus je hebt hier ook geen overdaad aan Molière of zo. Als je op een groot festival zoveel voorstellingen hebt die eigenlijk niet in de ideale omstandigheden staan, die ook technisch misschien niet zo mooi afgewerkt zijn als dat ze zouden moeten zijn, dan, dan krijg je het ook een beetje van iets van een ratrace. En dat vind ik niet leuk, dat vind ik niet mooi. En ik vind dat in Edinburgh soms meer aanwezig is. Avignon is wel meer vakantie. Hey. Alleen al het weer, alleen al de sfeer. Edinburgh is toch iets heftiger, iets zwaarder zo. Ik voel me hier toch wel iets meer op vakantie. Het is veel beter weer.